Ik ben Elisa Dul, ik ben 17 jaar oud, kom uit Oene en ik doe aan langebaanschaatsen. Hallo, ik ben Isabelle van Elst. Ik ben 17 jaar oud en ik kom uit Bennebroek. Mijn naam is Daan Baks, ik ben 17 jaar, ik kom uit Raamsdonk en ik schaats momenteel in Groningen. Ik ben Louis Hollaar, ik ben 17 jaar, ik kom oorspronkelijk uit Numansdorp en woon sinds een half jaar in Groningen. Ik ben begonnen met schaatsen toen ik 7 of 8 jaar oud was. In de zomer skielerde ik altijd al en in de winter kon ik dat niet doen, dus ben ik zo in de schaatsen gerold. Ik heb toen ik klein was op tennis gezeten en ik heb best wel lang wedstrijden gezeild. Technisch ging het eigenlijk, vond ik het heel leuk om aan al die punten te kunnen werken. En uiteindelijk toen ik schaatste bij Winterkoninkje, toen werd ik gevraagd voor wedstrijden. Toen leek me dat eigenlijk wel heel leuk om te gaan doen. En uiteindelijk was dat het wel geworden. Mijn opa die was erg schaatsfan en die heeft ons eigenlijk op de schaatsen gezet. En, mijn broer die ging op schaatsles en toen op die leeftijd voelde ik nog een beetje mijn broer, dus toen ben ik eigenlijk ook maar gaan schaatsen. En op een gegeven moment ging het steeds beter en vond ik het steeds leuker en vandaar. Ja, het is eigenlijk heel gek gelopen. Ik ben gewoon een kennis van ons zei van misschien vind je het leuk om een keer te gaan schaatsen. Ik was helemaal niet bezig met sport. En toen ben ik een keer meegaan naar de schaatsbaan en sindsdien vond ik het super leuk. Goede eigenschappen voor lange baan schaatsen zijn een goede techniek hebben. Dus diep zitten en discipline natuurlijk en doorzettingsvermogen en jezelf continu willen verbeteren. Per week besteed ik ongeveer 12 uur aan trainingsuren aan schaatsen. Dus ook hardlopen, fietsen, skileren, dat zit er allemaal bij in. Ja, eigenlijk ben je er eigenlijk wel altijd mee bezig. Je gaat 's ochtends trainen, je gaat dan naar school, meestal 's middags weer trainen. Dus eigenlijk draait heel de dag wel om sport. Ik zit op een loodschool en ik heb nu 6 VWO in 2 jaar. Dus ik doe nu het eerste jaar doe ik 4 vakken en dan volgend jaar doe ik nog 4 vakken. Dus daar heb ik al heel veel vrijheid in. Ik ben verhuisd vanuit, ik heb mijn ouders verlaten in het Brabantse land om te gaan schaatsen in Groningen. Dus ik heb er zeker veel voor gelaten, maar ik heb absoluut geen spijt van. Ik vind het erg leuk hier in Groningen en ik heb het erg naar mijn zin. Ja, voor het schaatsen moet ik natuurlijk wel veel laten. Geen feestjes, niet met vrienden uitgaan en gewoon op je voeding letten, op tijd in bed. En eigenlijk is alles om het schaatsen heen gebouwd. Je moet wel wat verlaten, maar je krijgt er ook wel weer veel mooie dingen voor terug. Nu aan de gaat bij de 500 meter, de 1500 meter. Dan doen we nog een mixed team sprint met verschillende landen. En een milestart rijden we nog. Mijn favoriete afstanden zijn de 1500 meter en de 1000 meter. Ik denk dat de 500 meter vooral dat is omdat ik daar al de meeste ervaring in heb. Omdat ik daar natuurlijk al het langst rijd. En ik hou wel meer van het fellere werk. Ik ben toch wel iets meer een sprinter, denk ik zelf. En dat gaat tegenwoordig ook gewoon eigenlijk wel beter. Dus, Het is de 500 meter, het is geen sprint, het is geen lange afstand. Het zit er net tussenin. En je moet hem goed indelen. Als je vol ingaat, ga je helemaal kapot. Begin je te rustig, dan hou je te veel over. En dat zie je dan ook weer terug in je tijd. Dus het is echt het perfecte plaatje, denk ik. Mijn doel voor Lillehammer is, ik denk, top 15, top 10. En zeker op de 1500 meter hoop ik zo hoog mogelijk te eindigen. Vooral zoveel mogelijk ervaring opdoen en zo goed mogelijke races kunnen rijden. En mezelf nog een niveau proberen te brengen. En gewoon erg genieten ervan. Genieten sowieso van de ervaring die er is. En daarbij zo'n goed mogelijke prestatie leveren. En doen wat ik altijd doe. Ik wil wel graag podiumplekken halen op een internationaal toernooi. Dus Jeugd Olympische Spelen zou wel heel leuk zijn.